Er zijn bijzondere beelden opgedoken van Joran van der Sloot, die in een gevangenis in Peru zijn straf uitzit voor de moord op Stephanie Flores. In de Chalapalca-gevangenis zwaait hij als een modelgevangene met de vlag van Peru. En ik ga hierover praten met misdaadverslaggever John van Heuvel, die Joran op de voet volgt. Ja, die beelden, hè, die gingen de hele wereld over. Waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken, dat vlag vertoon? Ja, ik was zelf ook een beetje verbaasd, moet ik eerlijk zeggen. Eigenlijk ook nog vooral verbaasd van hoe die er op dit moment uitziet. Je ziet nu echt dat hij wel flink wat kilo's is aangekomen. In de periode dat hij in Amerika gedetineerd zat, zag je dat. Maar nu helemaal. Ja, dit is een soort bijeenkomst in die gevangenis. Een reguliere bijeenkomst waar eigenlijk een soort van eerbetoon aan Peru, aan het land Peru wordt gegeven. En kennelijk heeft hij daarin een bepaalde rol zichzelf verworven. Dat geeft overigens ook wel weer aan welke positie hij in de gevangenis heeft. Dat hebben we al eerder gezien. Hoe hij zich daar staande houdt, hoe hij overleeft. Hoe hij in staat blijkt te zijn toch steeds ook bepaalde baantjes te krijgen binnen de gevangenis. Dat is toch wel bijzonder. En nu zie je dus eigenlijk dat hij een soort peloton van gevangenen aanstuurt. En ze leidt met een vlag in zijn hand. Ja, het lijkt wel een soort of er een soort koks naast staan. Dat is ook een beetje mijn interpretatie. De gevangeniskoks. Misschien zijn dat de gedetineerden die koken. Ja, twee dingen. Hij kan heel erg van zijn nieuwe vaderland zijn gaan houden. Want tenslotte woont hij daar straks langer dan waar dan ook. En is dit eigen belang als hij modelgevangen is? Komt hij misschien wel eerder vrij? Nou, beide kan. Kijk, ik weet toen in de periode dat hij in Amerika vast zat, dat hij echt wel hoopte dat hij snel weer terug zou gaan naar Peru. Het eenzaam opgesloten zitten in Amerika, dat viel hem zwaar, want hij zat daar 23 uur per dag in de cel. En het uur dat hij mocht luchten, dan had hij ook geen contact met medegedetineerden. Dat was in verband met zijn eigen veiligheid. Daarna, dus hij gaf al aan van, ik hoop echt snel dat hij terug gaat naar de gevangenis in Peru. En ik vond dat opmerkelijk, omdat hij echt in de beruchtste gevangenis van Zuid-Amerika nu zit. En dat is die Chalapalca-gevangenis op 5200 meter hoogte. Met koud water. Eigenlijk loop je voortdurend daar als je dan in onverwarmde cellen zit, zoals hij, met dikke skipakken aan en dergelijke. Hij vond het toch wel weer belangrijk om weer wat sociale contacten te hebben daar in die gevangenis. En je ziet nu hoe hij zich daar dus als gezegd manifesteert. En zoals jij terecht ook zegt, het kan ook zomaar zijn dat hij door goed gedrag te vertonen, door uiteindelijk te laten zien dat hij zich aan de regels houdt, dat hij op die manier in ieder geval ook in een wat lichter regime uiteindelijk terechtkomt. Dus niet meer in die Chalapalca-gevangenis hoeft, maar ook naar gevangenissen waar hij ook eerder gezeten heeft, waar dan een wat milder regime geldt. John, jij hebt altijd contact met hem gehouden. We hebben die apotheose gehad, hè, in Amerika, in Alabama, als ik me niet vergis. Hij heeft een bekentenis afgelegd. Dat is met een waarheidsdetector allemaal als de mogelijke waarheid gezien, althans door de FBI. Hebben we nu enig idee hoe het met hem gaat? Heb jij nog contact met hem? Nee, ik had vanuit Amerika vaak contact via videobellen, dat kon daar, nu niet meer. Ik heb nog twee brieven van hem gekregen, maar hoe het nu echt op dit moment met hem gaat, dat weet ik niet. Maar goed, als je dat aan het filmpje afleidt, dan heeft hij in ieder geval niet te weinig te eten, dat kun je wel stellen. En heeft hij daar kennelijk ook weer zijn draai gevonden. Ik verwacht eigenlijk dat ik binnenkort wel weer een brief van hem krijg, of dat hij misschien wel weer eens een keer gaat bellen. Maar dat is ook eigenlijk iets wat als een rode draad door zijn leven loopt. Vroeg of laat haalt hij toch weer in het nieuws. De ene keer met een goed bericht, zoals zo'n filmpje dan. Waarin je ziet dat hij zich toch wel aan die gevangenis weer aan het aanpassen is. Maar het kan ook weer zomaar een slecht bericht zijn. Wat dat gaat, zal hij altijd wel weer van zich laten horen. Ja, John, nog even voor iedereen die dat vergeten is, waaronder ikzelf. Wanneer komt hij nou mogelijk ook weer vrij? Wat zijn de data? 2045. Jij vroeg net van, kan het niet zo zijn dat hij misschien hoopt op strafkorting en zo? Nou, die kans is niet zo heel erg groot, omdat in het kader van die uitlevering aan Amerika is afgesproken dat als hij weer terug zou gaan naar Peru, dat hij ook echt wel gewoon die straf waar hij dan nu toe is veroordeeld tot 2045, dat hij dit ook daadwerkelijk uitzit. En als hij eerder vrijkomt, dan zou hij resterende deel van zijn straf die hij dan nog in Amerika zou moeten ondergaan,
zou hij dan alsnog moeten uitzitten. Dus ik denk dat hij gewoon tot 2045 achter de tralies blijft. Het is bijna niet voor te stellen. Zo'n lange tijd. John van Heuvel, dankjewel.